Ze kunnen niet blijven, maar ook niet naar hun land terug. Toch moeten uitgeprocedeerde asielzoekers het land uit. In Zwitserland, het land met de strengste immigratiewetten van Europa, wachten in detentiecentrum Frambois uitgeprocedeerde asielzoekers op hun uitzetting. Tussen de wanhopige mannen en de staf ontstaat een hechte band. Het feit de passer des mois avec eux, hein, faire abstraction de l'émotion. Balanceren tussen emotie en strenge regelgeving in Speciale Vlucht. Maandag in Humandoc op Nederland 2.